Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Saïd Younessi. Saïd, je bent van Rex AI. Helemaal goed. Wat doen jullie met Artificial Intelligence? Wij bouwen AI Commerce. Dus een AI technologie die we aan elke e-commerce website kunnen koppelen. En daardoor wordt de website zelflerend. En wat houdt dat in voor mij als klant? Dat wij proberen de dingen die niet relevant voor jou zijn, niet aan jou te laten zien. En te proberen te leren door wat je doet. En daaruit een plezierigere webervaring en winkelervaring te maken. Eigenlijk wat te doen is, wat waar Amazon heel goed in is, is luisteren, leren en daarop inspelen door relevantere dingen aan je te tonen. Geef eens een voorbeeld, want e-commerce is heel breed, retail. Ja, is heel breed. Ja. Wat verandert er dan in mijn shoppingervaring? Ik ga een boek kopen bij bol.com, ja, nee, ik weet wat ik wil hebben, ja. Ik typ dat in. Ja. Ja, als je precies weet wat je wil hebben, dan kom je er meestal wel. Maar overgroot deel van mensen die je zoekt, die heeft een idee of een richting. Maar nog niet een specifieke gedachte. En hoe verder je van je koopmoment af zit, hoe minder specifiek het is. En hoe dichterbij je komt, hoe precies je weet. Maar die hele journey, ja. Ja, hoe langer die is, ja, hoe meer mensen gefrustreerd raken, hoe meer mensen afvallen. En nou, eigenlijk is het heel simpel als je bedenkt dat jouw gedrag laat in feite heel veel zien. Hè. Kijk je naar een product, hoeveel seconden kijk je ernaar? Kijk je er 2 seconden na, vond je niet interessant? Kijk je er 2 minuten na, vond je het wel interessant? Kijk je er 2 uur na, dan zit je waarschijnlijk op Facebook. En als we simpel kijken, dat de overgrote deel van websites, e-commerce websites in Europa, die passen zich niet aan automatisch aan het gedrag van een gebruiker. Dus jij, terwijl je in het verleden langs bent geweest, andere producten hebt gekocht, krijgt exact dezelfde te zien als elk andere persoon, terwijl je wel andere dingen gedaan hebt en interesses getoond hebt. Dus de vraag is, waarom is niet elke website automatisch aangepast op elke gebruiker? En ja, daar heb je AI-technologie voor nodig, omdat wij dat als mensen niet zelf kunnen. Zodat we het even heel goed snappen, aangepast op de gebruiker betekent dat je wat de website doet, aanpast op het gedrag van die bezoeker op dat moment op de website? Ja. Of ga je ook profilen, nee, en neem je allerlei data mee van de gebruiker die je op andere manieren weet? Je hebt natuurlijk met GDPR heel veel beperking en dat is ook goed. Je moet daar rekening mee houden op privacy. Dus je mag in principe, als je er toestemming voor vraagt, binnen het domein zelf. Dus als jij bol.com bent, dan mag je data binnen bol.com gebruiken. Als je al die andere data gebruikt, dan moet je er toestemming voor hebben. Yeah. Maar als iemand bijvoorbeeld naar tennisrackets aan het kijken is en iemand anders naar voetbalhesjes aan het kijken en je typt allebei in Nike schoenen, waarom zou ik dezelfde Nike-schoenen te zien krijgen als die andere persoon, terwijl ik andere dingen in het verleden gedaan heb? Je zou willen dat de een, zeg maar, tennisschoenen van Nike te zien krijgt en andere voetbalschoenen te zien krijgt. En om dat soort zelflerendheid te maken, daar heb je AI voor nodig. En de meeste, bijna alle websites op dit moment, hebben dat niet. Met andere woorden, als jij gedrag vertoond hebt die anders is dan iemand anders en je doet een actie, krijg je allebei dezelfde resultaten. Oké, dan wil ik ook nog even van jou begrijpen. Het zijn definieringskwesties, hoor. Daarom hadden we het net ook even over het afstemmen op de gebruiker. Ik wil nu even weten waar voor jou de grens ligt tussen AI en gewoon automatiseren. Business rules. Nee. Want het voorbeeld wat jij nu geeft, is volgens mij gewoon een if this and that. Ja. If in het verleden ooit gezocht naar tennisrackets, then als zoek op Nike show tennisschoenen. Ja. Ja, dat klopt. Dat is geen AI. Nee, dat is geen AI. Alleen het AI-element erin is dat AI zelf deze regeltjes kan schrijven. Met andere woorden, je hebt geen mensen nodig die deze analyses moeten gaan uitvoeren. Dus om die business rules te gaan maken, heb je dus een developer nodig, of een groep van developers. Je hebt een product owner nodig. Je hebt een e-commerce team nodig die naar de data gaat kijken ten eerste. Dus je gaat data analyseren. Vervolgens moet ze een aantal aannames maken van wij zien een trend. Dan moeten ze gaan coderen om die if this then that in elkaar te zetten. Dan moeten ze gaan kijken of het gewerkt heeft. En op basis daarvan moeten ze nog kijken of ze aanpassingen moeten maken. Yep. En als hun productaanbod verandert of het gedrag van mensen verandert, dan moeten ze dat continu blijven aanpassen. Nou ja, wij als mensen zijn eigenlijk niet zo heel goed in. En hoe werkt dat dan bij jullie? Nou, wat AI doet,
We gebruiken verschillende algoritmes, matrix factorization, multi-unbanded en dergelijke. En dat zijn allemaal algoritmes die continu kijken naar wat doe jij, wat voor gebruikers heb ik in het verleden gezien die soortgelijk gedrag vertoonden en welke opties heb ik toen uitgevoerd en wat was het meest succesvolle. En vervolgens gaat hij kijken wat is op dit moment beschikbaar en welke van de acties kan ik nu doen die het meest lijkt op wat ik in het verleden heb gedaan die succesvol was. En met andere woorden, dan kan die je tennisschoenen laten zien. En als je dan erop klikt, dan is dat bevestigend. En hoe meer jij bezig bent en interactie hebt met web, mail en search en ook offline, die data wordt centraal verzameld. En daarmee kan je steeds beter inzicht krijgen in menselijk gedrag. Het is een beetje zoals je op een YouTube-kanaal of YouTube aan het kijken bent. Ik ben weer begonnen met schaken en ik ben beduidend slechter dan ik dacht dat ik was. Dus ik ben wat YouTube-filmpjes gaan kijken. En ik zie in mijn feed, als ik één filmpje heb gekeken, nou, dan komen er wat meer andere schaakgerelateerde, maar ook andere dammen bijvoorbeeld die aanbevolen worden. En hij leert dan dat ik daar weer meer interesses in krijg. En dan past hij zijn soort video's die hij aan mij laat zien, Ik heb altijd heel erg geleerd dat de kwaliteit van zo'n algoritme, van de AI, staat of valt met de kwaliteit van de trainingsdata. Ja. Waarbij het soms best ingewikkeld is om dingen ook te kwalificeren. Wat is succes, wat is niet? Wat zijn tennisschoenen en wat niet? Ja. Dat heb ik vaak bij Spotify. Jij zei namelijk net, als je na twee seconden wegklik, dan vind ik het niet leuk. Maar ik heb bij Spotify heel vaak dat ik er 2 seconden wegklik omdat ik het al ken. En wel goed vindt. Snap je? Dat ja. Maar dat is de vraag, wat is de definitie? Hoe zorgen jullie dat die kwaliteit van die training is? Hoe trainen jullie? Nou, het is niet dat wij nu het antwoord hebben, de beste algoritmes voor altijd. Dus je blijft continu nieuwe modellen maken en leren en aan verbeteren. Kijk, in principe gaat het om bij e-commerce van A naar Z komen. En wat ik vertelde, een customer journey is ergens beginnen, in contact komen met iets, dan naar een website gaan zoeken. En het uiteindelijke succespunt is iets kopen. Dus voor algoritmes is heel duidelijk, hoe krijg ik mensen naar dat ene punt? En het mooie is dat je bepaalde algoritmes op een bepaalde manier kan stacken, ensemble, zodat ze van elkaar kunnen leren. Dus we hebben speciale algoritmes, dat heet Cold Start. Dus als een gebruiker nieuw is, dan weet je nog niks. Maar je kan aan de metadata kijken, wat voor iOS hebben ze, wat voor device zitten ze, wat voor tijd is het, wat is hun IP-locatie. En zo kan je al een idee krijgen van, oké, misschien moet ik hiermee beginnen. En in initiële instantie is het misschien niet significant groot verschil, maar wel een merkbaar verschil. Maar hoe meer interactie er komt, hoe beter de resultaten worden. En daar heb je verschillende modellen voor. En zeker nu zijn er niet eenduidig van super algoritmes die alles kunnen. Maar we zijn wel bezig zeg maar, verschillende algoritmeklassen te ontwikkelen die elkaar aanvullen om die scenario's goed af te dekken. Hoe veel moeite kost het jullie om eigenaren van shops te overtuigen van jullie oplossing? Je zegt, het is nog nauwelijks ergens. Ja, ja. Dus je moet mensen eerst gaan overtuigen. Ja, dat klopt. Kijk, hoe wij de grote, wat ik altijd zeg, de grote tech-first spelers, de Bol.com, de Amazon, de Zalando's, die lopen daarin vooruit. En die bijvoorbeeld Zalando heeft 8 maanden geleden of 6 maanden geleden rigoureus hun resourcing aangepast. Waarbij ze software developers en data scientists marketingmensen gecombineerd hebben. Waarbij marketing een beduidend stukje minder geworden is. En die trend zie je en de resultaten die zij boeken. En andere bedrijven kijken naar en die vragen zich af, hoe kunnen wij ook zoiets krijgen, maar dan zonder zelf die hoge investering te doen. Dus aan de ene kant heb je wel een aantal bedrijven die daar interesse in hebben, maar niet de mogelijkheden. Dus dat is wel relatief makkelijk. Dus we hebben ook bijvoorbeeld voor een start-up van 20 mensen die we zijn met data engineers en softwareontwikkelaars en data scientists, zijn we 2 jaar bezig geweest in september begonnen. Maar we hebben in de afgelopen 4 maanden hebben wij bedrijven als Decathlon, Telegraaf Media Groep, Ace & Date en Sport 2000 weten te overtuigen. We zijn zo zeker van onze zaak dat wij een heel simpel starterpakket bieden, waar we zeggen, er is een fixed fee, we installeren alles, we laten zien dat het meerwaarde heeft en pas daarna hoef je je te committen aan een licentie. Dus zo proberen we ook de drempel te verlagen. Mm-hmm. Jullie, stel ik ben een bedrijf, ik heb een shop. Nu heb ik in eerste instantie, ik heb jullie hulp nodig. Ja.
Blijft dat zo? Of worden jullie een platform waar je tegen je zegt van als je op deze manier de data die je hebt of de koppeling die nodig is maakt, kun je van start bij ons? Ja, wij maken alles heel simpel. Dus wij zeggen van het is AI as a service. Dus we kunnen binnen ongeveer 2 à 3 weken, dat zijn de doorlooptijden die we met die zogenoemde klanten gedaan hebben, kunnen we websites zelf leren maken. En wij hebben een interface die je dan, waar je toegang tot hebt om naar resultaten te kijken, maar tegelijkertijd ook om jouw input te geven. Want er is een beetje een verschuiving plaats. Normaal met normaliter is het zo dat jij business rules moet gaan maken, als dit dan dat. Als een gebruiker een categorie X bekeken heeft en hij gaat naar categorie Y, laat dan deze producten zien, bijvoorbeeld. Maar wat wij eigenlijk daarmee doen is zeggen, jullie bepalen de output, wat is het resultaat dat je wilt, maar je bent niet meer bezig met de input. Dus ik wil meer product X verkopen, ik wil voor deze regio meer conversie hebben, ik wil de gemiddelde basket order value omhoog krijgen, ik wil deze brands meer gaan promoten. Dat is de output. En AI gaat dan de input bepalen. En dat is heel simpel. Wat laat ik zien, aan wie laat ik het zien, waar laat ik het zien en wanneer laat ik het zien. En dat is eigenlijk een verschuiving die ook op dit moment plaatsvindt met autonoom rijden. Waarbij wij als mens niet meer de input hoeven te bepalen, maar enkel de output. Ik heb een tijd ook bij TomTom gewerkt en zij zijn nu in Nederland niveau vooruitstrevend met autonoom rijden. Waarbij in de industriestandaard is dat het in 5 niveaus opgesteld is. En niveau 5 is het ultieme. Daar hopen we in 2025 ergens te zijn. Waarbij je niet meer input levert met autorijden. Dus je hoeft niet meer te remmen, je hoeft geen verkeersregels, je hoeft geen gas te geven, niks. Je geeft alleen van Amsterdam, breng mij naar Parijs. Enkel de output. En AI en automatisering software levert alle input. Nou, als je dat vergelijkt met een niveau 0 autorijden, een Volkswagen Kever, die, als je een output wil hebben, ik wil tot stilstand komen, moet je met een been op het pedaal duwen en dan kom je 99% punt X op tot stilstand. Maar je hebt op dit moment zitten we tussen niveau 2 en 3, waarbij voor delen van het hele autorijdspectrum, bijvoorbeeld snelweg, parkeren, dan kan je zeggen voor deeltje parkeren, zeg je, ik geef geen input. Ik zeg, je output moet zijn parkeren en AI verzorgt alle input. Ja. En dat is eigenlijk wat wij ook aan het doen zijn voor het hele e-commerce spectrum. Zijn we aan het opdelen en zijn we aan het zorgen van waardoor e-commerce en bedrijven niet meer de input hoeven te leveren, maar enkel de output en AI vogelt dan uit, wat doe ik, waar, en bij wie en wanneer, om het resultaat te optimaliseren. Ja, ik denk dan, je vertelt al, ik las het ook dat je bij TomTom gewerkt hebt. Dan denk je van, weet je wel, gefascineerd door de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Waarom ga je dan je tanden zetten in e-commerce en niet in autonoom rijden? Ja, omdat andere mensen al bezig waren met autonoom rijden. En ik ben mijn e-commerce bedrijf begonnen 6,5 jaar geleden met Ormon, met 5 mensen, uitgegroeid naar 38. Heb ik in mijn eentje gedaan. En ik zag gewoon een ontzettende inefficiëntie bij e-commerce bedrijven. Mensen hebben vaak niet door omdat ze gewoon een website zien. Maar dat is ontzettend arbeidsintensief om een website te maintainen. Van e-mail sturen, iets simpels. Je hebt 100.000 bezoekers of 100.000 e-mailadressen. Ja, wat stop ik in die e-mail? Dan ga je kijken, wat hebben ze gekocht? En dan ga je clusteren door verschillende e-mail distributielijsten maken. Dan ga je per e-maillijst proberen iets wat relevant voor hun zou kunnen zijn. En dan moet je dat testen. Dat is ontzettend arbeidsintensief. En ja, ik zag daar een mogelijkheid om met AI technologie te brengen die dat hele proces zou vergemakkelijken. En daar waren gewoon heel weinig bedrijven mee bezig. Dus ik dacht, als mensen autonoom autorijden al aan het doen zijn, laat ik dan iets doen wat andere mensen nog niet aan het doen zijn. Wat zijn de grootste hobbels die jullie daarbij moeten nemen? Want zeg maar, het verhaal vertellen is nog makkelijk gedaan, hè? Ja, absoluut. Ik denk de hobbel is ergens een stukje, het is ingewikkeld. En het kan bedreigend overkomen voor heel veel bedrijven. Je gaat op afdelingen spreken. En ja, je hebt aan de ene kant bedrijven die heel erg voor openstaan, maar ook bedrijven die soort mensen dan binnen bedrijven denken, wow, dan nu wordt mijn baan van me afgepakt. Terwijl ons doel is om dingen te doen waar mensen niet zo goed in zijn. Dat is real-time heel veel data analyseren en dan beslissingen te maken op microniveau van wat laat ik zien waar en dan leren.
dat uit handen te nemen, zodat ze kunnen doen waar ze wel goed zijn. En dat is een menselijk aspect. Customer service geven. Dat je echt een mens aan de lijn krijgt als je iemand belt als je een probleem hebt. Innovatieve marketingcampagnes bedenken of nieuwe producten proberen. En of naar je klanten luisteren of er andere dingen zijn die je kan verbeteren. Daar zijn we als mens heel erg goed in. Maar het analyseren en uitvoeren en meten van data, ja, daar zijn we heel verschrikkelijk in. En laat dat nou net zijn waar heel veel bedrijven tijd investeren om een betere search engine te maken, of een betere mailsysteem te maken, of een betere website te maken. Ja, daar denk ik dat dat een beetje uitdaging is. En daar hoop ik een beetje educatie ook mee te kunnen brengen. Als je kijkt naar, je hebt die klanten die je net noemde. Kun je daar resultaat al over delen? Welke vooruitgang ze geboekt hebben dankzij jullie? Ja, we hebben met bijvoorbeeld één klant, Vitatheek, is een online drogist en multimedia, die hebben 60.000 producten online. En ja, als jij dan een e-mailcampagne gaat sturen of wekelijks, ja, je hebt 10.000 verschillende bezoekers en gebruikers. Ja, hoe weet je wat je aan wie moet laten sturen? Dus we hebben een AB-test gedaan, waarbij zij een 2-3 e-mailcampagnes meest populaire items deden en die dan uitstuurden. En we getest tegen onze AI, die automatisch op basis van gedrag de producten selecteerde en ook uitstuurde, maar ook de tijdstip waarop die hem uitstuurde. Dus de slechtste resultaat was 35% hogere click-through rate. En van de mensen die dan doorklikken, die converteren ruim 80% beter. Dus dat is ook eigenlijk de reden geweest waar we heel veel klanten aan boord hebben kunnen halen, door die business cases te laten zien. En simpelweg te zeggen, joh, je kan gewoon simpel beginnen met één element. En net als met autonoom rijden stap voor stap, kunnen elk deel van jouw complete e-commerce activiteit gaan automatiseren. Ja. Dus ja, de resultaten zijn positief, maar er is nog genoeg te doen. En we hebben een roadmap voor de komende 3 jaar nog. Zei dat je al heel veel klanten hebt. Ik las ook, jullie hebben van de zomer 1,5 miljoen euro investeringsgeld opgehaald. Van private equity of venture capital. Ja, van een venture capital. Waar gaan jullie dat voor gebruiken? Want als je zegt, ja, we hebben eigenlijk al heel veel klanten, dan zou je ook al een positieve kaststroom moeten kunnen hebben. Ja, kijk, slimme mensen zijn niet goedkoop. Dus dat sowieso. En laat het dan ook Amsterdam zijn. Dus dat maakt het allemaal ook iets duurder. Dus jullie draaien nog verlies? Absoluut. Ja. In de zin van, wij investeren naar de toekomst toe. Ons doel is om, ik begon 3 jaar geleden en ik kwam met het idee van AI-commerce. Van e-commerce naar AI-commerce, omdat e-commerce werd dan commerce via het internet, digitaal. En AI-commerce was dan eigenlijk het automatiseren van dat digitale commerce. En dat is eigenlijk waar we ons op focussen. Toen ik 3 jaar geleden aan het googelen was AI-commerce, vond je niks. En nu begin je al de eerste tientallen soort topics en bedrijven en dergelijke te vinden. En ons doel is autonomous commerce. Als je denkt over 20 jaar of 15 jaar of hoeveel jaar dat ook is, ja, heb je echt mensen nodig om e-commerce te bedrijven? Net zei je nog van wel. Ja, voor een groot deel kan je dat steeds meer gaan overnemen. En net zoals je de industriële revolutie had, kijk, op de korte termijn kan je wel voorspellen wat er komt, maar je kan niemand die de begin 19e of eind 19e eeuw wist dat er over 100 jaar beroepen waren als software developer. Dus ja, wie weet wat er over 30 jaar kan gebeuren. Stel eens dat dat zo is, hè, dat we die autonomous commerce straks hebben. Hmm. Hoe onderscheiden winkels zich dan nog wel? Of is er eigenlijk gewoon één winkel die alles heeft en jou gewoon kan bieden wat je nodig hebt? Ja, kijk, je kan te maken hebben met verschillende softwareontwikkelingen. De ene die dat wel kan voorloven of niet. Maar we zien nu op dit moment in de wereld ook al een soort conglomeratie van kracht, uitgevormd in zeg maar geld en technische kennis. Er is een reden waarom economies of scale binnen technologie zeker van toepassing is. Daarom heb je één Google. Ja. Ik ken Alta Vista niet meer en welke andere search engines heb je? Je hebt één Facebook en je hebt één Amazon. Dan heb je misschien de Alibaba-versie, maar dat is meer een soort geografische en politieke scheiding. Maar je ziet wel dat technologie ook macht met zich meebrengt. En wat wij proberen te doen is juist een soort
toegang tot technologie laagdrempeliger te maken om het speelveld wat eerlijker te maken. Een heel mooi bruggetje naar een wat meer meta-onderwerp waar ik even naartoe wilde. Wij komen net terug uit Austin, South by Southwest. En ik denk dat het onderwerp daar dit jaar was het toenemende verzet en ongemakkelijke gevoel wat veel mensen hebben bij precies wat jij doet. Ja. Dus behavioral data, gedragsdata verzamelen en dan op basis van dat gedrag proberen het gedrag, of van die data proberen het gedrag te beïnvloeden. Ja. Met behulp van AI, een black box, de surveillance capitalism, als business model. Hoe denk jij daarover na? Want wat jij doet zou in een aantal sessies die ik net heb gevolgd in Austin als best wel creepy kunnen worden omschreven. Ja, kijk, alles wat... Ik kan een goede kant en een slechte kant hebben. With great power comes great responsibility, zei Uncle Ben bij Spider-Man. Yeah. En ik denk dat een aantal randvoorwaarden moeten zijn. Ik denk ook dat bijvoorbeeld China de grootmacht in AI gaat zijn. Heel simpel, vanwege een aantal redenen. Beperkte wetgeving of geen wetgeving. Ik denk sterker nog dat de wetgeving daar de AI vooruit stuurt door observatietechnologie te handhaven. En veel data beschikbaarheid en geen limitatie daarop. Ik denk dat er voor een aantal kernelementen aanwezig moeten zijn. Dus waarborging van echte data. Ik denk dat bedrijven aanzienlijker gestraft mogen worden die misbruik maken van data. Wat wij doen, heel simpel, wij gebruiken data binnen een domein. Dus als iemand komt op de website en die geeft er toestemming voor, dan wordt de data alleen voor op die website gebruikt om binnen dat domein te personaliseren. De data wordt niet ergens anders voor gebruikt. Het wordt niet verkocht. Het wordt niet gedeeld op andere algoritmes te trainen. Het wordt enkel gebruikt. Bepaalt toch het e-commerce bedrijf waar jij je technologie aan verhuurt? Verkoopt, gelicenseerd, Onze technologie is zo gebouwd dat je het niet cross-platform kan gebruiken of cross-domein kan gebruiken. Dat is onderdeel ook van GDPR compliance. Je merkt ook dat bedrijven die in Amerika werkzaam zijn daar moeite mee hebben om in Europa ook bijvoorbeeld simpelweg hun features online aan Europese klanten op IP aan te kunnen gaan bieden. Ja. Dat mag niet. Dus dan zeggen ze... Ja, maar dan nog even los van al die wetgeving. Ja. Maak het even heel concreet waar dat creepy gevoel vandaan komt. Ja. Je zei net aan het begin, ik ga kijken wie je bent, wat je eerder gedaan hebt, wat voor telefoon je hebt. Daar leid je mijn welstandsklasse uit af. Want dat is anders als ik een goedkope Samsung heb of de nieuwe iPhone X. Je kijkt mijn IP-adres, je weet waarschijnlijk mijn locatie en nog een hele zooi dingen. Mm. En dan denk je, oh, die jongen woont in die wijk. Zijn welstandsklasse is dat? En hij heeft vroeger een tennisracket gedaan. Dus je biedt mij een paar tennisschoenen aan van €49,95. Mm-hmm. Omdat je denkt dat ik op basis daarvan op hele slechte tennisschoenen zou willen spelen. Mm. Dat is wat jij doet. Ja, je probeert... Kan je je voorstellen dat er mensen zijn die denken... Ik vind dat creepy, want ik wil zelf wel bepalen of ik goede of slechte tennisschoenen koop. Absoluut, en dat is heel simpel. Als jij niet wilt dat het doet, dan moet jij de cookies niet accepteren. Ja, maar dan kan ik jouw website niet op. Jawel. Zo werkt het overal. Ja, maar wij hebben dat heel simpel... Kijk, wij hebben heel veel ervaring in e-commerce systemen bouwen. Maar zeg jij dat dan ook? Dat is mijn bezwaar er tegen. Ja. Dat wordt er niet bij gezegd. Dat als je de cookies wij zijn gemasterd als mensen. Als je de cookies accepteert, dat dan betekent dat dit soort mechanismen in werking treden. Laat ik zo simpel zeggen, wij doen dat wel. Dus het is simpel, als jij een website aankomt en je bent nieuw, dan krijg je gewoon de cookie policy te zien. Ja. Je kan meerdere cookies aanzetten, uitzetten. Dus als je de personalisatie cookie uitzet, dan krijg je heel simpel niet gepersonaliseerde ervaring. Wat betekent dat jij gewoon een standaard reactie krijgt. Dus jouw data wordt dan niet gebruikt om aanpassingen te doen. Dat krijg je onze fallback te zien. En dat hoort bij gewoon goede governance, om te zorgen dat jij correct bezig bent met andermans data. Maar ik denk dat het ook gewoon goede bedrijfsvoering is, om te zorgen dat je jezelf niet in een situatie brengt dat je gezien wordt als een datamisbruiker. En als je je architectuur daarop zo bouwt, dat bijvoorbeeld als mensen zeggen, ik wil al mijn data van jullie die we hebben, wil ik inzien, wil ik dat jullie deleten, maar ik wil ook gewoon een website kunnen blijven gebruiken zonder dat mijn data gebruikt wordt. Als jij gewoon die opties biedt... Ja, dat is heel erg de discussie in Nederland. En ik denk dat wij het daar heel erg eens zijn. GDPR is goed, is belangrijk, transparantie is belangrijk. Ja. Voor mij zijn we het er 100% over eens. Ik merk het alleen heel erg in Austin,
dat er bijna een soort principiële bezwaren op ontstaan zijn. Dat zijn twee dingen. Surveillance capitalism. Ja, dat zijn Amerikanen. Het behavioral data, het beïnvloeden van ons gedrag. Klopt. Maar dat is, kijk, in Amerika is geen Europa. En godzijdank ook niet. Want Amerika is wel wat dat betreft een cowboyland. Daar mag beduidend veel meer dan in Europa ooit zou mogen. Er is geen toeval dat Cambridge Analytica geen voet aan de grond heeft gehad in Europa met werkzame ideeën, maar wel in Amerika. Dus wat betreft de wrijving en weerstand, ik kan me voorstellen dat dat in Amerika meer van toepassing zou zijn. Ik denk dat in Europa dat niet op dusdanige manier gebruikt wordt en ja, daar er gewoon veel duidelijke regels en afspraken zijn en waar je aan dient te houden. Nou, als mensen dat overtreden, is een ander verhaal. Maar ik denk dat sowieso de regelgeving in Amerika gewoon achtergesteld is. Maar daaruit verklaar jij die bezorgdheid. Jij denkt dat in Nederland niet gaat overmaaien. Ik denk dat je wel bezorgd moet zijn en gewoon met een gezond verstand naar data moet kijken. Wat wordt er met mijn data gedaan en dat je het begrijpt. Dat je daar ook opties in hebt. Ja. Ik denk dat alleen in Amerika daar de situatie en de scenario zo geschetst is dat het veel meer in het voordeel van bedrijven is. En, wat minder dat, in het voordeel van de consument. Ja, en in Europa daar wordt er toch iets meer naar gekeken en meer rekening mee gehouden. En daar zijn wij iets minder van gediend dan in Amerika. Maar dat heeft ook met politiek te maken en geld en politiek en hoe het in elkaar verweven is. Dat hebben wij in Europa gelukkig iets minder. Dus ik begrijp het wel. Ik denk dat het iets meer een Amerikaanse fenomeen is, de wrijving en weerzin en datamisbruik. Maar aan de andere kant, we zijn wel ook mensen, we kunnen niet altijd... we hebben dus een balans maken tussen gemakszucht aan de ene kant en voordelen daaruit. Ik wil ook interessante e-mails krijgen als ik het echt iets zoek en voor mij relevant is. En de tegenovergestelde is, ik krijg honderden e-mails die compleet niet relevant zijn. En dan moet ik maar kijken of ik daar iets interessant tussen ga vinden. Dus het is een afweging maken tussen gemak aan de ene kant en inzicht en databescherming aan de andere kant. En daar moet je gewoon juiste keuzes maken om een balans te vinden. Johan Schaap zegt, er is een groepje, zegt hij, die erg gelooft in voice, ja. Voice technologie. Wat is de impact daarvan op e-commerce als dat echt zou doorzetten, denk jij? Voice is best wel... het gaat, de vraag is, wanneer gaat het? En wat zijn de randvoorwaarden waarbij je dat zou kunnen gaan gebruiken? Het probleem van voice gaat altijd zijn... privé, ja, ik wil iets bestellen, maar ik wil niet dat mensen horen wat ik bestel. En laat geluid nou zich niet makkelijk beperken. Ja, doe je niet even in de tram. Ja. Dus aan de ene kant heb je hele basiselementen waar we misschien op dit moment nog niet echt een oplossing voor hebben. Maar aan de andere kant heeft voice, als het een meer natuurlijke soort interactie kan hebben, de mogelijkheid om dingen makkelijker te maken. Kijk, als jij aan het rijden bent... En je kan gewoon tijdens het rijden zonder je handen te gebruiken je navigatie makkelijk aanpassen. Alleen het is zo'n complex systeem met zoveel variabelen, accenten, intonaties, talen, dialecten, idioom en dergelijke. Ik denk dat er nog technisch wel heel veel te overbruggen is, alvorens we het op een bredere schaal kunnen gaan gebruiken voor commerce aan de ene kant, maar ook andere doeleinden. Ik denk een van de basisuitdagingen blijft dat het niet allesomvattend zal zijn. Simpel vanwege natuurkundige elementen is dat geluid zich niet zomaar laat stoppen en privacy daar wel een element in gaat spelen. En Johan vraagt ook nog, een andere trend is natuurlijk heel erg de platform e-commerce. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk als kleine e-commerce partij bijna inmiddels wel gedwongen wordt om via de grotere platformen je spullen aan te gaan bieden. Ja. Je ziet in Nederland ook met Bol, maar Amazon is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld ervan. Ja. Hoe gaat dat jullie business beïnvloeden? Nou, ik denk dat aan de ene kant heeft het positieve elementen, in de zin van dat bedrijven zien dat het kunnen begrijpen en weten wat je klanten willen een voordeel is. Dus je kan dezelfde technologie niet hebben, maar als je dat aansluit in bol.com, die hebben dat wel. Dus die kunnen jou... Ja, maar je hebt wel minder potentiële klanten, denk ik dan. Ja, aan de ene kant zie je het voordeel en aan de andere kant heeft nadeel. Aan de andere kant
de markt is relatief jong en dat is een heel erg grote markt. En er zijn meerdere bedrijven die hierop inspelen om te kijken van hoe kunnen wij het hele e-commerce management, hè, hoe een e-commerce platform draait, automatiseren met behulp van AI. En dat kan je vanuit een contentkant doen, dat kan je van een productkant doen, je kan vanuit e-mail komen, je kan van search komen. Dus er zijn gewoon heel veel elementen die daar nog bij spelen. Het voordeel is dat meeste e-commerce shops op systemen draaien van leveranciers. En die hebben ingebouwde features. Nou, en wij zijn met die leveranciers bezig, zodat onze features out of the box eigenlijk al meegeleverd worden, zodat ze bol.com technologie hebben om hun klanten ook te kunnen bedienen. Okay. Maar dat is ook relevant voor B2B bijvoorbeeld, maar die zitten niet op bol.com. Je zei eerder, keek je naar de toekomst en schets je een winner-takes-all wereld. Hè? Mm-hmm. Want we kennen maar één Google en we kennen maar één. Zijn jullie er eigenlijk niet een tijdelijke oplossing aan het bouwen? Nou, wij zijn dezelfde manier waar je van autonomous commerce een doel hebt, zijn we de deeloplossingen aan het maken om naar het eindpunt te komen. En als we het eindpunt is, in jouw visie, zeg maar één Amazon. Ja, maar dus je moet wel een technologie bouwen die bedrijven zelf daarvoor ook kunnen gaan gebruiken. Dus ik denk dat er wel... het is heel moeilijk om te gaan zeggen wat er precies in de toekomst gaat gebeuren. Maar je ziet wel met alle technologieën dat er eerst een Wilde Westen is. Nou, een beetje met, laat ik zeggen, met Google's. De Alta Vista, de Yahoo, de Bing, wat nog meer je destijds had. Mm-hmm. Lycos, volgens mij, was er ook nog weer eentje. Ja? En uiteindelijk gaat er eentje succesvol zijn. Maar dat zijn generieke publieke services en diensten die iedereen nodig heeft. Een e-commerce platform is niet een generiek service of dienst. Het is toegespitst op bepaalde industrieën, voor bepaalde bedrijven. En het voordeel daarin, en is ook altijd gebleken in de hele geschiedenis van software voor bedrijven, dat er nooit één bedrijf was die daarin allesomvattend was. In de buurt komende was misschien Microsoft, Operating Systems, maar dat is ook nogmaals een meer publiek software systeem om computers te kunnen gebruiken. Dus voor business... Denk je dat dat minder geldt? Ja, dat heeft tot nu toe is het nooit gebeurd. Ja. En ik voorzie niet dat dat gebeurt, omdat de bedrijven allemaal andere industrieën, andere wensen, andere behoeftes hebben. En daardoor niet één behoevende bedrijf. Slotvraag, 1,5 miljoen investeringsgeld, 3/4 jaar geleden. Waar staan jullie over een jaar? Wat ga je ermee doen? Wij gaan richting dat autonomous commerce. Dus verder doorontwikkelen en Europees uitbreiden. Ja. Voor dit jaar is ons doel om de business cases, de grote namen klanten die we hebben, compleet uit te werken en dat te gebruiken om te laten zien wat onze waarde is en daarmee zeg maar nieuwe klanten te gaan werven. En we zoeken natuurlijk altijd slimme mensen die een data science, data engineering en de software ontwikkelen achtergrond hebben. Maar ja, die zijn lastig te krijgen en duur. Zou ik tegenwoordig zeggen. Ja, voordeel is dat wij een heel mooi kantoor ook in Valencia hebben. Oké, okay, dus lekker weer. Daar is het altijd lekker weer. En we hebben een appartement daar, dus dan kunnen mensen altijd 2-3 weken blijven. In de winter. Je moet wat, hè, om mensen binnen te halen. Ja, absoluut. Dus in de winter zit op de een of andere manier iedereen in Valencia. En in de zomer zit iedereen in Amsterdam. Dus we hebben of te veel plekken of te weinig. Maar, dat hoort erbij. Nee, dat is een leuke uitdaging. En we hebben leuke klanten die openstaan voor innovatie. En waar we samen aan werken om het hele e-commerce verhaal te automatiseren. Maar tegelijkertijd ook relevanter te maken. En daar moet je een balans in vinden. Heb je zelf gestudeerd? Ik heb een Maastricht gymnasium gedaan en een Sint Maartens College. En toen ben ik een paar jaar niks gaan doen. Toen ben ik in Cambridge een jaar geweest naar mijn GMAT score. En toen bleek ik toch niet zo geïnteresseerd te zijn in studeren. Daarna heb ik in Duitsland een jaar gewerkt, in consultancy. En in Zweden, in Stockholm 3 jaar. Dus je hebt geen studie afgemaakt, dat heb ik? Nee. Ik heb een beetje autodidactisch zelf altijd gelezen over development, data en algoritmes. En zodoende altijd alles zelf gedaan. Mooi dat dat ook kan. Hè? Ja, dat kan. Dus, er zijn heel veel mogelijkheden en je hoeft niet altijd door hetzelfde hoepeltje te springen. Dus je moet doen wat je denkt dat je moet doen.
Fantastisch. In ieder geval, wat je ontzettend goed doet, is jullie verhaal duidelijk en begrijpelijk voor een leek als mijzelf vertellen. Ik betwijfel dat jullie leken zijn, maar ik waardeer het compliment. Dankjewel. Oké, okay. Dankjewel. Succes. Jullie bedankt voor het kijken. We danken zoals altijd Bier & Co. voor het bier, PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week weer. Dag.